Nou, in mijn vrije tijd wandel ik met de hondjes in het bos. En volg ik al 10 jaar lang met heel veel plezier een schildercursus hier bij Cultura. Met een hele leuke vaste groep en een hele inspirerende docent. En volg ik Zweedse les, want ik probeer Zweeds te leren. Nou, werk is in de politiek bezig zijn, is eigenlijk een hobby van me. Dus daar gaat heel veel vrije tijd in zitten. En dat beschouw ik nauwelijks als werk. Het is natuurlijk werk, het kost heel veel energie. Maar energie die je gezond weg kan zetten, nou, dat stoort niet. En verder ben ik sportief bezig. Ik tennis en ik kaart. Ik zit bij lid van een Brits club. Dus wat dat betreft, dat zijn eigenlijk de dingen. En verder heb ik niet zoveel vrije tijd over. Ik heb een hele brede belangstelling. En dat uitzicht dat ik eigenlijk heel graag lees, veel boeken lees. Dat ik heel graag reis om andere dingen te zien. Alleen helaas heb ik de afgelopen jaren zo'n drukke werk gehad, hè, als wethouder, dat ik daar niet naartoe gekomen ben. Dan merk je dat je behalve brede belangstelling toch ook behoefte hebt aan rust. De informatiestroom die wij over ons heen krijgen is dermate groot, dat op een bepaald moment de harde schijf vol zit. En dat betekent dat ik de laatste paar jaar eigenlijk, als ik praat over de schaarse vrije tijd die ik had, heb ik veelal besteed aan zaken als gewoon even puzzelen, tuinieren, gewoon een rondje fietsen en op de fiets even mijn gedachten laten gaan. In mijn vrije tijd doe ik heel vaak aan de sport. Het is niet zozeer mijn hobby, maar het is dat omdat ik ook gewoon een drukke baan heb, daarnaast ook politiek bezig ben. Ik merk het wel dat het heel weinig vrije tijd overblijft. Maar wat ik liefst zou zelf willen doen, is het heel vaak gewoon met vrienden afspreken, omdat ik ook heel weinig aan toekomt. En dat kan onder genot van een keertje in een kroeg afspreken om een biertje te drinken, een andere keertje naar een bioscoop om een film te gaan kijken. Wat ik in mijn vrije tijd doe, ik hou van hardlopen. Dat probeer ik 2 keer in de week, maar de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat me dat 1 keer in de week lukt. Daarnaast vind ik het heerlijk om de tijd met mijn gezin door te brengen. Films te kijken, Borgen, een politieke serie. Nou, ik moet zeggen dat ik de ene aflevering naar de andere samen met mijn vrouw op de bank heb zitten kijken. In de vakantie hou ik van kamperen en heerlijk reizen, erop uitgaan. En vrije tijd, als je naar Ede kijkt, dan is hier genoeg te beleven als je even naar hardlopen. Ik fiets naar het bos of ik rijd met de auto even naar het bos en ik ga hardlopen. Dat is echt, en als je dat een jaar doet en je ziet het bos om je heen veranderen, dat is fantastisch. In mijn vrije tijd. Klaverjassen. Philips kijken. Zeppen. In mijn schaarse vrije tijd. Krantje lezen op zaterdag, op zondag. Ik kan wel zeggen fietsen, maar dan moet ik weer mee beginnen. Dat is een jaar geleden of het laatst gebeurd. Mountainbiken, deed ik graag. Vrije tijd heb ik niet zoveel, moet ik heel eerlijk bekennen. Maar de vrije tijd die ik heb, daar wil ik toch het liefst genieten in van de mooie buitengebied van Ede. Ik vind het heerlijk om de natuur in te gaan. En ik doe dat hardlopend, want ik moet nog een beetje aan mijn conditie werken. Dat vind ik heerlijk. Dus ik ga lekker richting Lunteren loop ik door het buitengebied of ik ga de hei op. Ja, de mooie rustige plekjes van Ede, de mooie natuur. Want volgens mij is dat waar we als Ede vooral heel trots op kunnen zijn. Nou, op dit moment met schaatsen, want het is bijna winter en ik heb 2 keer de Elfstedentocht geschaatst. En als het een beetje kan, dan schaats ik elke maandagochtend met wat oude knarren op de kunstijsbaan in Deventer. Dus op dit moment is het schaatsen. In mijn vrije tijd ben ik het liefst actief of binnen scouting of met mijn Land Rover Defender naar het buiten gaan. Nou, ik heb eigenlijk niet zoveel vrije tijd. Ik ben de politiek ingegaan en ja, ik werk 40 uur, ik heb 2 kinderen. Dus vrije tijd is vrij zeldzaam. Ik hou nog wel van oude zwart-wit films en oude films. Dat vind ik leuk om naar te kijken. Het is allemaal wat rustiger. De nieuwe films van tegenwoordig, dat is toch allemaal vrij flitsend. En ik mag ook wel graag naar antieke marktjes en curiosa marktjes gaan. Maar ik heb weinig vrije tijd, moet ik eerlijk bekennen.